Mijn naam is Ando van Pure Africa en ik ga jullie vandaag iets meer vertellen over deze prachtige machine. De nieuwe Jura Giga X8. Een zakelijke koffiemachine voor kantoren waar tussen de 150 en 250 koppen koffie per dag worden gedronken. Echt een topmachine. Uitvoerbaar in twee kleuren. De aluminium zwarte variant of anders de chrome variant. Uitvoerbaar met vaste wateraansluiting of met watertank. Deze uitvoering is met watertank. Je kan er een residu- en restwater doorvoer op zetten. De machine heeft twee molens, waardoor je met twee soorten koffie zou kunnen werken. Of de machine, je kunt één soort koffie gebruiken, waardoor de machine veel sneller is. Er zit ook een speedfunctie op, zodat je op drukke momenten meer zettingen tegelijk kunt doen. Deze Jura Giga X8 die bestond natuurlijk al. Maar ze hebben een paar mooie innovaties doorgevoerd, waardoor deze machine weer helemaal up-to-date is. En eigenlijk van alle nieuwe technieken voorzien is. Zo heeft de machine onder andere een touchscreen. Dat touchscreen kan je helemaal zelf naar eigen wens instellen. Welke producten wil je hebben? Wat wil je toevoegen? Wat wil je er misschien afhalen? Dat is heel leuk. Je hebt een nieuwe uitloop. Maar wat vooral heel mooi is in deze machine, waar veel mensen tegenaan liepen bij die oude machine, is dat je die bak niet in de vaatwasser kon doen. Daar hebben ze nu iets nieuws op bedacht. Dus je trekt hem eruit. En eigenlijk alles wat ik hier in de hand heb, kun je gewoon in de vaatwasser doen. Waardoor je elke ochtend gewoon je machine weer schoon hebt. Plaats het weer terug. Klepje kan weer dicht. Je zet het volgende stuk weer voor en ready to go. Als Pure Africa krijgen wij vaak de vraag, moet je nou wel of niet melk gebruiken op kantoor? Kun je het beste kiezen voor topping, verse melk of kies je gewoon voor de machine met alleen koffiespecialiteiten? Ja, weet je, het is natuurlijk een beetje situatieafhankelijk en daar geven we dan ook graag advies over. Maar wat bij deze machine gedaan is dat ze het echt veel makkelijker hebben gemaakt om met verse melk op kantoor te werken. Want wat is er nou lekkerder dan gewoon een cappuccino met verse melk? Nou, ik heb zo straks een cappuccino gemaakt. Ik ga jullie nu laten zien hoe je uiteindelijk het melksysteem kunt reinigen. Prachtig bakje voor ontwikkeld. Het is super simpel. Je zet hem eronder. Je sluit de slang aan vanuit de melkkoeler. En je activeert het menu. De machine doet verder alles zelf. Je hoeft echt niks meer te doen. Je kunt het bij wijze van spreken nu gewoon je jas en doen en lekker naar huis gaan. Dus het wordt echt steeds makkelijker om verse melk op kantoor te gebruiken. Nou, het is gewoon het allerlekkerste. We zijn nu 2 minuten verder en de machine heeft het melksysteem zelf helemaal gereinigd. Nou, je sluit het slangetje weer aan op je melkkoeler. Het vieze water gooi je weg en ready to go. Echt innovatief is het nieuwe touchscreen van deze koffiemachine. Je ziet hier al een heel aantal producten ingesteld. Maar je kunt hem helemaal zelf samenstellen zoals jij het wilt hebben. Wil je bijvoorbeeld graag hier een koffie mild, medium sterk, kan het ook. Of misschien wil je wel je eigen naam erin zetten. Je kunt hem dus helemaal zelf samenstellen met je eigen instellingen. Dat is het mooie. De machine maakt in totaal 34 verschillende koffiespecialiteiten. En daarnaast kun je er nog een heel aantal zelf toevoegen. Nou, denk jij nou dat op basis van het filmpje deze machine goed bij jullie op kantoor past? Dan komen wij graag een keer een proefplaatsing voor zorgen. Kun je hem gewoon 1 week of 2 weken samen met je collega's uitproberen. Het is natuurlijk hartstikke belangrijk dat je een machine kiest die uiteindelijk goed bij jullie situatie past. De catalogusprijs van deze machine is €5790. Wat betreft een machine met een watertank. Wil je een vaste wateraansluiting? Dan is de catalogusprijs €5990. We bieden deze machine ook aan in de lease. Alleen met korte contracten. Maximaal 6 maanden. Wil je hem leasen? Dan is de prijs €189 per maand.